Matthijs Wuits. Momenteel ziet het er naar uit dat Jappe Jaspers de beste start van het ganse lot heeft genomen. Het is net op het moment dat Jappe Jaspers de ganse reeks... Kom aan, Eli. Kom aan! ...voorbij heeft op de eerste KBC. Jappe die wat een mindere passage kende door de zandbak en hierdoor zijn meterleiderspositie heeft zien afgeven of moeten afgeven aan een Thijs Wolsink met nu Jon Jacobs in spoor. Daar dan Max Gullix in vierde stelling en daar komt al Eli Izerbeet op zoek naar zijn titelgenoot, zijn Nederlandse ambtsgenoot, zal ik maar zeggen, de kampioen van Nederland, Max Gullix. Bijna wordt bijgehaald door de Belg en de Belgische kampioen deze categorie. En de dan altijd Thijs Wolsink voor Johan Jacobs, Jappe Jaspers in derde stelling. En dan zijn we benieuwd hoe ze daar verder komen naar plaats 4. Of is er niet al op dat wiel is van Max Gullix daar in de KBC-bocht nu. Thijs Wolsink en Johan Jacobs, Jappe Jaspers die probeert dat kaartje terug dichter rijden naar dat tweetal daarvoor, waar hij ook deel van uitmaakte. Maar door de goede zandpartij kwam hij dus wat terrein tekort. En daar krijgen we dan de aansluiting bij Eli van Eli Izerbeet bij Max Gullix. Dus Izerbeet rijdt waar zijn Nederlandse collega het hoofdpunt moet doen. Dus ja, we gaan de chrono lopen nu voor Eli Izerbeet op drie ronden van het einde zijn we nu. Eli Izerbeet, ja. Come on, Eli! Come on! Up, 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 up!
zelfs zijn. Oh, je hebt niet de week hem zo plat gisteren, hoor. Ja. Mijn zoon stond erbij. Hij reed recht naar zijn binnen. Jacobs. Dus ja, hier op een moeilijke strook. Renners bij de Diemelingen hebben het al betuigd. Een zeer technisch parcours met veel interval bij. Dus ja, veel. Ja, op een keer. Hier van de zo gaat het maar beginnen naar de andere hindernis toe. Met alle moeite van die. Maar de renners die vooraan het stilgen. Waar hij nog ambities mag koesteren. De Belgische kampioen werd weer een strijd. Het is een mooie actie. Dat is natuurlijk een laatste seconde over de brug. Dat is de moeilijkste seconde om te doen. Daarin, met de rode trui, met het witte kruis op de teken. Daar zijn achterstand. De achterstand van Elise Rits. Op de leider in de wedstrijd. Inderdaad, en dan zullen ze natuurlijk allemaal vriendelijk zijn om daar aanwezig te zijn. We krijgen nog een vriendelijk kampioen, inderdaad. Daar komt inderdaad, dames en heren, dus kampioen die zijn zeker van vorig jaar gehaald. En ja, dan komt ons van een verdiende overwinning voor de man. Dames en heren, dames en heren, bij Brecht en Rekenen. En dan gaat het niet zo lang duren. Komt die dames en heren, onze Belgische kampioen. De vermoeide tweede plaats gaat rijden. Maar belangrijk en ook niet de Rikkie Super Prestige op zijn palmares. Van dit seizoen van de Brecht. Van dit seizoen, mooie aanslag. En dan al het onder van de kampioen, de verzorgingsassistent, de Nederlandse kampioen, Max Schmitz, op Rangwijk.